when we are together, together in our motorhome, De Beert. Hallo allemaal, welkom bij deze extra video, hè? Ja. Hadden we even zin in, of althans zin in, behoefte om dat even te doen, hè? Om even te delen met de mensen. Ja. Ja. Had het al wel op Instagram gezet voor de mensen die ons daar ook volgen. Maar er was een hele leuke vlog van afgelopen weekend naar jullie onderweg. Want we hebben nog een heel leuk weekend gehad. Ja. Maar vrijdag had Rowan al een beetje pijn in zijn buik en wat steken. Zaterdagavond was dat iets minder. En zondag werd dat weer erger. En gisteravond, toen was het echt niet meer te houden. Hè? Nee, want toen moest ik ook vooral, kotsen. Ja. En spugen. En ik kan ook niet te veel zeggen, dat moet jij doen, want ik heb ook pijn te krijgen. Oh, heb je nu alweer pijn? Oh. Stoppen met filmen of wel doorgaan? Nee, gaan we door. Wel doorgaan, oké. Okay. Nee, dan moet jij een beetje mama Ingrid is met Rowan naar de huisartsenpost gegaan. En toen konden ze nog niet helemaal uitsluiten wat of het was, maar alles duidde al wel een beetje op een blinde darmontsteking. Toen is papa gisteravond hierheen gekomen, ben ik bij je blijven slapen. Ja, Rowan zou Rowan niet zijn als hij toen nog een beetje liep te ouwe hoeren en wat praatjes had. Dus dat heb ik ook even gefilmd. Zo ging dat eraan toe. Kan deze helemaal popplappen? Nou, probeer het eens, zou ik zeggen. Is goed. Ik hoog. Dat is hier bende. Skeerbed. Skeerbed. Oh. Nou, toen hebben we eigenlijk, ja, papa heeft niet zoveel geslapen gisteravond of vannacht, maar Rowan heeft best wel goed geslapen. Ja, op zich wel, ja. En om 8 uur kon hij toen hier in het ziekenhuis opnieuw voor een echo. En toen was heel snel duidelijk dat hij inderdaad een blinde darmontsteking had. Dus ja, papa zit ook in het ziekenhuis al de hele dag bij Rowan. Dus ik heb nu geen tijd om een hele vlog helemaal netjes via de laptop te uploaden. Dus eventjes gewoon dit korte filmpje, hè, om te laten weten waarom en hoe het met Rowan gaat. Hij kon ook vrij snel worden geopereerd. Hè? Ja, om 10 uur al. Om 10 uur al, ja. En dat was best wel even spannend van tevoren. Ja, maar op een gegeven moment dan, je voelt er niks van. Dus alle mensen die ook een keertje een operatie moeten doen voor de eerste keer, het stelt echt niks voor. Nou, hoor je dat? Een operatie stelt niks voor. Alleen nou, daarna, ja. Dan, ik heb nu gewoon binnen de darmen heel naar daarna nog. Omdat ik heb heel erg kramp in mijn buik. Steek nog hier zo bij de plek waar mijn blinde darm zat. Omdat het is opeens weg. Dus heel mijn buik moet even wennen daaraan. Ja, ja. Dus. Nou, dat is ook allemaal even wennen. Maar goed, gelukkig is de operatie was goed gegaan. Het was wel flink ontstoken, zei de dokter. Hij heeft het ook goed schoongemaakt. Nou, dat ging gelukkig allemaal goed. En toen werd je natuurlijk naar de uit... Wat is het, lieverd? Bloed is weg. Ja, bloed is weer weg. Ja, aan zo'n infuusje. Hè, zat een beetje bloed, kwam er teruglopen net. Ja. Maar toen was je weer naar de uitslaapkamer gebracht. En toen zat papa weer naast je. En toen was Rowan een beetje versuft van natuurlijk van alle medicatie en de narcose die hij heeft gehad. En dat kan ik ook nog even laten zien. Het zijn wel even wat intense beelden van ons samen, maar dat vinden we wel leuk om even met jullie te delen. Dat ging er zo aan toe. Een ervaring erbij. Nog een ervaring erbij, hè? Oh, ik moet even blijven liggen. Ja, je mag ook rustig blijven liggen, schat. Doe me lekker rustig. Klopt het nog dat je ietsjes... Dat je er nog iets van voelt? Ja, je zal er best nog wel wat van voelen, schat. Je hebt natuurlijk een paar sneetjes in je buik en ze hebben in je buik lopen rommelen. Dus de pijn is echt niet in één keer weg. Maar de pijn die je hebt gehad, zeg je? Was het raar? Niks gevoeld. Heb je maar niks gevoeld? Nou, het is alleen maar fijn dat je niks hebt gevoeld. Alleen nu, hoor. Ja, nu. Ja, dat snap ik, schat. Dat kan snap ik ook. Kan je het bed even, hoe heet dat? Omhoog? Nou, ik denk dat je even rustig moet blijven liggen, gewoon. Okay. Ja? Ik heb het idee dat we er langzamerhand komen. He? En dan mogen we zo weer terug naar je kamer als je goed wakker bent. Hoe laat het is? Ik heb geen idee, man.
Ik weet niet hoe laat het is. Oh, het is 12:30 bijna. Hè? Huh? Dus als je straks goed wakker bent, is het ook al tijd om te eten, denk ik, of niet? Wat zeg je, lieverd? Wat zegt u? Ja, dat mag, lieverd. Tuurlijk mag je me hand. Heb je me gemist? Ach, god, schat toch. Papi, jou ook, hoor. Ben ik blij, zeg. Ben je blij? Ja. Wat dan? Vertel eens. Hij is eruit. Ja, hij is eruit, ja. Die pijn die je had, heb je in ieder geval, krijg je nooit meer, hè? Ik heb ook geen last meer van die steek. Die steek heb je niet meer nu? Heel erg kramp in mijn. Ja, die kramp zal ook wel zijn van... Erbij. Ja, dat hoort erbij. Ze hebben natuurlijk in je buik lopen rommelen. En schoongemaakt. Ja, wil je nog even de zuster spreken? Welke zuster wil je spreken, zoals gaat? Ja, gewoon een zuster. Goed is. Ja, maar het is goed gegaan. Dat heeft de zuster papa al verteld. Het is allemaal goed gegaan. Ja, ze... wazig, zie je wazig? Hey, maar luister eens, het is heel goed gegaan. En de buik hebben ze schoongemaakt. En hij was wel goed ontstoken. Ja. Maar hij was niet geknapt. Waar je bang voor was. Gelukkig. Gelukkig, hè? Dus we mogen snel naar huis, zei ze. Dus ik denk dat... Ja, ik denk dat we nog één nachtje slapen en dan mag je naar huis. Probeer eerst maar eens eventjes dat het nu wat beter wordt. Ja, ben je zo blij, schat? Dat is goed, even moet proberen. Ik heb niks gemerkt. Nee, nou beter. Fijn alleen maar. Zo diep is dat. Ja. Je bent nog steeds een beetje duf, hè? Weet je wat het was? Nou? Wat ik echt inderdaad al zei, het gaat echt zo. Ja, je gaat heel langzaam slaap vallen. Je was in één keer weg. Hè? Huh? Hier, geef eens een handkus naar mama. In de camera, geef me een handkus naar mama. Goed zo. Nou, zoals jullie ook in dat stukje konden zien, was Rowan heel blij. Voornamelijk heel opgelucht. Maar toen kwamen de vervelende dingen erbij aan te passen. En toen is hij eigenlijk de hele middag is hij heel erg misselijk geweest vandaag, hè? Ja, vooral alles wat er weer inging. Wat er dus ook thuis gebeurde, thuis gisteren, thuis, toen was alles kotsen. Ja. Wat één kwam, ging er ook weer uit. En dat had ik vandaag dus ook heel vaak. Ja. Dat ik, maar gelukkig hadden we ook nog een leuk momentje, want mama die kwam vanmiddag natuurlijk ook even langs. Ja. En had een mooie ballon meegenomen voor je. En ze heeft een beetje fruit voor papa gehaald. Ja, dat staat daar. Ja, daar even kijken hoor. Die mooie ballon, ja. Get well. En daar nog een mooi ballon. Ja, dat is van de vriendin van mijn broer. Ja. Nadia. Ja. Die werd hier ook. En toen kwamen Karen en Jet nog. Hè? Die hadden nog even snel een ballonnetje en een mooie Donald Duck boekje gebracht. Ja. Dus dat was nog even leuk. Maar goed, Rome was erg misselijk. En oh ja, ik heb nog wel trouwens, dat heb ik even gefilmd dat mama binnenkwam. Ja. Dat was, ja, komt ie. Dat was dit. Laat je dat niet gezellig om dat vanavond met papa te doen? Nee, dat ga ik niet. Hij verliest zijn humor niet in ieder geval. Helemaal licht in de kop. Je mama maakt maar een grapje, maar ik wou wat voor je meenemen. Dankjewel, mama. Vind je niet leuk? Jawel. Oh, gelukkig. Ik moet een beetje in de war die verkeerd zoeken. Ja, dat snap ik, schat. Ik kom net het verkeerde moment. Nee. Mama is gewoon gegaan. Ik denk, ga allemaal lekker naar je toe. Toch? Is toch even fijn? En ik heb... ik moet allemaal knuffels aan hen geven van iedereen. Jeroen, Miranda, Daniel en Lisa. Ja. Natuurlijk van je broers. Hè? Nou, dus dat waren even wat leuke momentjes vanmiddag. Hè? Maar goed, toen is mama weer naar huis gegaan. Want Vince en Deon zijn natuurlijk gewoon thuis. We hadden ook visite. Maar, dus die hebben ook even opgepast. Hè? En mijn mama is in huis gegaan. En toen is Rowan... heeft hij een andere medicatie gehad. Waarbij de misselijkheid hopelijk iets minder zou worden. Nou, dat bleek iets te werken. Dus ja. Rowan is toen even heerlijk in slaap gevallen. Ja, inderdaad. Ja, en toen, nou. Ik ben nu net weer een kwartiertje wakker. Ja, ja, een half uurtje alweer inmiddels. Een half uurtje. Ja. Tijd vliegt. Nou, maar toen lig ik hier aan zo'n drading ding. En dat gaat dan helemaal in mijn arm en dan
dat stopt de misselijkheid en het werkt best wel goed. Ja, ja, nu krijg je in je infuus krijg je gewoon wat vocht krijg je extra. Ja. Ja, omdat je nog niet alle drinken heel makkelijk binnenhield. Tot aan vanmiddag tenminste. Maar nu is die net wakker. En nou heb je al het drinken. Ik heb hier een beschuitje liggen. Lekker een beschuitje. Op mijn bord. En dan ga ik dat eerst proberen. Want mijn vader heeft voor mij... Nee, papa, ja. Ik weet wat je wil zeggen, maar... Ja, want wat doen we als iemand ziek is? Hoe word je altijd weer snelst beter? Door eten. Leuke en lekkere dingetjes, hè? Ja. En we hebben ook gezegd, we zien wel hoe dat gaat. Maar Roman die zei gisteren al, als ik ben geopereerd, heb ik, als ik dan weer mag eten, heb ik zin in één ding. En dat was? Sushi. Dus dat heeft mama vanmiddag even gebracht. En dat gaan we later vanavond kijken of dat gaat. Of ze maagje dat ook wel goed vindt. Maar je hebt net ook nog geplast. Dat ging ook goed. Ja, alleen het lopen doet nog wel heel erg pijn. Ja, lopen doet zeer, hè? En morgen, dan moet ik ook nog even kijken hoe het lopen gaat. Ja, maar ja. Dat zien we dan wel weer. Wij gaan straks eventjes in ieder geval nog... dat is ook nog wel leuk om te vertellen. Deels is dat leuk, deels niet leuk. Maar voor 8 jaar terug heeft Rowan ook al een keer met een ongelukje in het ziekenhuis gelegen. En toen moesten we een week in het ziekenhuis blijven. Ja. En toen is papa ook een week lang bij hem gebleven. Hè? En toen hebben we er gewoon iets leuks van geprobeerd te maken samen. En toen noemde papa het... ons vriendjeshotel was het toen gewoon. En weet je, toen papa gisteravond hier kwam, toen had Rowan al wat op het bord geschreven. Dat zal ik even laten zien. Okay. Kijk, want daar hangt het bord. En wat stond er? Vriendjeshotel. Vriendjeshotel, ja. En hij noemt papa altijd Bigfoot. Waarom weet ik niet, maar die heeft hij er ook bij gezet. Dus we zitten vanavond gewoon nog lekker even een avondje in ons vriendjeshotel. Want we hebben gehoord dat Rowan morgen gelukkig weer naar huis mag. Morgen einde van de dag, maar vanavond hebben we nog even een beetje, ja, het is niet de echte quality time, want Rowan heeft natuurlijk wel pijn, maar we maken er wel wat het beste van. Dus we gaan zometeen nog even samen een filmpje kijken of zo op Netflix, op de telefoon. En als dat lukt, misschien even een beetje sushi eten. En dan gaan we lekker slapen. En dan gaan we morgen naar huis. En ook een film van Op Reis met Stijn kijken. Oh, hoor je dat? Op Reis met Stijn? Hij wil ook nog je laatste vlog kijken. Nou, gaan we ook nog even doen. Ja. Je moet niet te veel reclame voor die jongen maken, hè? Ja, maar hij heeft toch genoeg volgers? Nee, hij heeft ook voor ons. Ja, tuurlijk, schat. Nee hoor, je hebt helemaal gelijk. Dus, gaan we ook nog kijken. Checken. Maar ik vind het nu wel even genoeg geweest. Want jij moet, we gaan zo lekker dat beschuitje voor je smeren. En dan ga je nog weer even lekker rusten. Samen een filmpje kijken. Morgen naar huis. En als papa dan morgen weer thuis is, heb ik de tijd om even achter de laptop te gaan zitten. En dan komt de vlog weer naar jullie kant toe. En dat is best wel een leuke vlog hoor. He, of niet? Ja. Ja, we hebben een hoop leuke dingen gedaan van het weekend. En als jullie nog vragen hebben voor mij hieronder onder de video of een reactie of zo, dan zou ik die ook even beantwoorden voor jullie. Ja, en natuurlijk een beterschapswens vinden we altijd leuk voor ons. Dat helpt altijd, hè? Ja. Nou, dit was onze extra video. Daar hadden we eventjes behoefte aan met z'n tweetjes. Bedankt voor het kijken. En al dat geneuzen met abonneren en belletjes, dat doen we nu niet. Maakt nu even niet uit. Dat is nu niet belangrijk. Bedankt voor het kijken en tot de vlog dan. Die komt dan morgen. Doei allemaal. Hallo iedereen. Het is allemaal goed gegaan, mijn operatie. En ik ben vooral heel erg blij dat hij er nu uit is. Ik heb nog wel een beetje kramp in mijn mijn buik. Maar ik was vooral toen ik wakker werd en ik keek papa aan, moest ik wel meteen huilen. Omdat ik wel gewoon, ik ben gewoon heel blij dat hij er nu uit is. En ik vind het ook heel lief, jullie berichten allemaal. Dus dat... Nou, goed gedaan, man. Dat was het, hè? Ja. Goed zo, jong. When we are together, together in our motorhome, the beer.